Welkom bij een nieuwe aflevering van History en Mythologie. Peter, welkom. Dank je, welkom. Ja, ik heb weer wat onderzoek gedaan naar een onderwerp over history. Het was wel even zoeken, want history, geschiedenis is echt ongelooflijk lang groot. Ja, lang, en hè? het bevat letterlijk alles. Ja. Weet je, er is echt heel veel te vinden over van alles en nog wat. Ik wil het hebben over lang, lang geleden. We beginnen even bij de Romeinen. Peter, wat is een barbaar? Ja, een barbaar. Dat is een wilde. Dat is iemand die ongeleerd, hè? Hij is ongemanierd. Het is, hij steelt natuurlijk en rooft alles. Het is vreselijk. Barbaars. Oh. Ja, schrikkelijk. En ze kunnen niet Grieks of Romeins spreken. Ja. Heel belangrijk, omdat... ja. Er zijn geen Griekse barbaren. Nee. Volgens de Grieken niet. Als je een Romein bent, dan zijn er Griekse barbaren. Als je een Griek bent, dan zijn er geen Griekse barbaren. Ja, precies. Het is gewoon... Een barbaar is eigenlijk een woord dat de Grieken hebben bedacht. En de Romeinen hebben dat een beetje overgenomen. Maar ja, om eigenlijk buitenlanders of niet... Romeinse mensen te beschrijven, zeg maar mensen die buiten die cultuuromgeving stonden, zeg maar. Ja, precies. En ja, wij hebben nu ook de term barbaar. Mm-hmm. En het is een beetje verdraaid eigenlijk wat het... Ja, ik denk dat mensen niet weten wat echt een barbaar is. Een barbaar is gewoon een woord voor volken... die niet Romeins waren. Ja. En om de term wilde man eraan te hangen, dat is een beetje... Ja, dat is barbaars. Dat is barbaars. Dat is best barbaars. Nou, is het wel zo, de taal verandert gewoon. En dus nu betekent het het wel echt. Ja, maar het is natuurlijk, heeft wel een beetje een problematische geschiedenis op die manier dan. Maar ik denk dat mensen ook denken van natuurvolkeren of mensen die nog... Ja, dus zonder moderne technologie leven. Je hebt nog een aantal mensen die in stammen leven. Hè? Dat klopt niet. Ik wil het vandaag hebben over cultuur en vooral niet-moderne cultuur. Ik ga het nog niet hebben over Germanen, Kelten en dat soort stammen. Maar ik ga het echt hebben over hoe... mensen in de prehistorie leefden. Want dat is eigenlijk waar wij zijn ontstaan. Mm. En wat mij recentelijk, vorig jaar, is mij dat eigenlijk bijgebracht. Eigenlijk zijn Germanen, dat waren eigenlijk nog gewoon oertijdboeren. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ik dacht altijd dat het van die grote mannen waren met coole panzers en zwaarden en grote bijlen, maar... het ding was, dat hadden ze nog niet, weet je. Hun technologie was nog niet zo geavanceerd, maar ze hadden wel een cultuur. Ja. En dat wordt een beetje vergeten. Ja, weet zeker. Je? Ook, zeker. Laten we gelijk naar de oudheid gaan. We gaan naar het Paleolithicum. Ja, mooi. Ja, de oude steentijd. Paleolithicum is in het Pleistocene. Het is ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. Mm-hmm. En dan had je nog soorten zoals de Boisei. Ze denken dat de Boisei al kleine handbijltjes had. Wel de hele primitieve, dus een beetje een stemmende punt. Ja. Maar de Homo habilis, nou, die waren echt al bezig met het maken van werktuigen, stenen werktuigen. Mm. Er waren dan van die vuistbijltjes waar je ofwel een pot mee kon kraken of een tak kon afbreken en een bijennest kon openkraken. Ja, precies. Weet je, dat was het begin van een werktuig. En dat zit nu nog steeds in ons. Hè. We kunnen heel veel dingen maken en we gebruiken ook heel veel dingen. En ja, we maakten van alles. Ook speren, hè, heel belangrijk, waar zeker, we het nog aan maken. Ja, de belangrijkste uitvinding ever. Dit is zeg maar het begin waarin je een beetje de mensheid ziet evolueren in het maken van werktuig. En cultuur komt al een beetje, want eerst
waren we nog aapachtige. Mm-hmm. En er werd altijd gezegd dat we een soort van ja, bloeddorstige aap waren die alles wat we zagen vermoordde. Yeah. Dat was nog niet zo. Apen zijn echte mensapen, die zijn natuurlijk heel sterk, maar mensen die, ja, die gingen op twee benen lopen, dus waren heel veel gewicht verloren. Dus heel sterk waren we niet. Nee, inderdaad. En ja, we moesten opeens op de savanne gaan lopen. Dus we waren eigenlijk waren we heel erg prooi in het begin. Weet je, dat beseffen we niet, maar we zijn heel lang zijn we prooidieren geweest. Vandaar ook dat we eigenlijk voor heel veel dingen nog bang zijn in onze, yeah. Ja, in onze hersenen. Als jij een spin ziet, dan kan je denken, oeh, daar heb ik geen zin in. Of ik had het ooit, toen zag ik een filmpje van een tijger. Mm-hmm. En nou, die sprong echt naar voren met zo'n brul, weet je wel. Nou, iets in mijn achterhoofd zei, ah, ik ga dood. Ja, precies. Dus we zijn heel erg daarin voortgegaan. En uiteindelijk, omdat we... Ja, we hadden niet heel veel voedselopties. Want fruit was er minder dan in het regenwoud. En het regenwoud begon in te krimpen. Oh, ja, ja. Ja, ja, dus we moesten allerlei voedselopties moesten we benutten. En door die vuistbijltjes, want mm-hmm. we aten wel een beetje vlees, maar dat was gewoon dat wat we konden vinden. Ja, en vaak ja. kwamen we na leeuwen of hyena's en dan was het voedsel was gewoon weg, weet je. Er zat ja. geen vlees meer aan de botten. En wat we toen konden doen is, we hadden die vuistbijlen en daarmee gingen we dus de botten kraken. Hmm. En toen konden we bij beenmerk, en dat heeft best wel veel voedingswaarde. Er zit veel collageen in. Ja. Zeker. Heel ja. goed, heel goed. En nou, zo konden onze hersenen konden toch ja, wat extra voeding krijgen. En daardoor ja, precies. konden we wat meer, ja, onze hersenen begonnen te groeien. Omdat mm-hmm. we ons dus moesten aanpassen aan ja, dingen die buiten onze handelen waren. Ja. Dus ja. zo vroeg waren we dus al, hadden we al een soort van werktuigen. Mm-hmm. Zeker, dus zeker. Ja, wilde zijn we eigenlijk... Ja, wat is wild, Peter? Nee, maar ook te bedenken natuurlijk dat die mensen waren best wel slim. Ze wisten van alles ja. over de seizoenen, waar ja. je eten kon krijgen, wat je wel en niet kon eten. En als ja. je ons daar neer zou zetten, dan zouden wij barbaren ja. zijn. We zouden geen idee hebben waar we heen moeten of wat we ja. moeten doen. En aan de andere kant, dat is wel, dat zeg je nu, Peter, maar dat is waarom zij zo goed waren. Want deden ze dat alleen? Nee, inderdaad. Nee, ze waren altijd in stammen en trucjes, dat is wat de mens zo anders maakt dan andere diersoorten. We zijn heel slim, dat is al een voordeel. Maar we doen het altijd met andere mensen samen, weet je. Als ik niet weet wat ik moet eten, maar ik weet wel hoe ik een speer moet maken, dan kan ik jou helpen. Want jij weet misschien, oh kijk, die vogel daar, hey, die gaat nu rusten. Nou, en dan weet ik van, oh hij rust nu, dan kan ik mijn speer erop gooien. Ja. En zo ging dat. Ideeën werden doorgemaakt. En oh kijk, zo'n vuistbel. Cool man, hoe doe je dat? Oh, dat doe je zo. Nou, tik, tik, tik. En dan had je op een gegeven moment had je hele clans met kleine stenen bijltjes die op je afkwamen. Ja, precies. Ja, ja, dus ze zijn echt wel cultuur aan het doorgeven. Op zich doen sommige ja. dieren dat ook, hè. De olifanten ja. die vertellen elkaar waar dan water te vinden is. En of dit wordt doorgegeven of dat het genetisch is, dat weet ik niet. Ja, dat is wel indrukwekkend. We gaan even door naar het midden Paleolithicum. Dat is 300.000 jaar geleden tot 35.000 jaar. Hier mm-hmm. zie je echt de bekendste mens, misschien wel na ons natuurlijk, de Neandertalen. Ja. Peter, wat weet jij van de Neandertalen? Ze hebben een laag voorhoofd, een beetje een dikke kaak, ze kijken een beetje dommig. Ja, echte holbewoners toch? Ja, echt een Neandertaler is natuurlijk ook een negatief woord hè, in onze taal. Nou, Neandertalen, terwijl het is gewoon alleen de soortnaam, weet ja. je. En het ding is... De hele soortnaam wordt nooit verteld, want het is een Homo sapien Neanderthalensis. Oh, echt? Zij het ook Homo sapien?
Hij heet ook Homo sapien. Waarschijnlijk is het een soort van echt. Net zoals je in honden rassen hebt, had je in mensen ook toen rassen. Nu zijn rassen, dat klopt niet meer, want we zijn Nee. allemaal evenveel van elkaar verschillend. Zelfde ras, ja. Ja, en nu. Toen was de Neandertaler misschien echt iets van een hele kleine ondersoort of zo. Ja, Weet het je. week wel af, Echt maar een we konden ras. nog steeds met ze voortplanten. Ja, nu hebben we gewoon de gen van Neandertalers in ons. Ja. En er werd eerst gezegd dat Afrikanen geen Neandertaler gen in ze hadden. Maar dat hebben ze nu ook in Noord-Afrika. Dus Ja, precies. op de een of andere manier is de Neandertaler toch met ze in contact gekomen. Dus ja, weet je, Neandertalers waren eigenlijk gewoon een. Ja, wij waren Neandertalers of zij waren ons. Dus ja, we leken heel erg op elkaar. Maar dit was echt het ijstijdgedeelte. En de Neandertalers waren daar heel erg goed in. Ze waren klein, ze waren heel erg gedrongen. Weet je, ze waren kort van stuk, maar wel ontzettend breed. Zij moesten wel wat sterker zijn. En als je klein en breed bent, dan hou je beter warmte vast. En dat is in de ijstijd is dat heel belangrijk. Ja, is dat wel fijn. Nou, de Neandertaler, die staat echt bekend als een holbewoner, weet je, een soort van ja, wilde man. Terwijl als je kijkt naar wat ze hadden een keelzak, dat is gebleken uit onderzoek. Dat betekent dat ze net zo goed konden converseren als wij. Oh, op die manier. Hun strottenhoofd was al vrij ontwikkeld. Ja, weet je, Oké. ze konden gewoon alles als wij, alleen hun lichaam was iets sterker en ze konden iets wat een harde klap nemen. Als wij door een neushoorn zouden gerappeld worden, ja, dan zijn wij dood. Een Neandertaler die kan geluk hebben en die overleeft dat. Die kan echt een klap nemen, net zoals je denkt van een gorilla, die kan wel een tik van een beer hebben. Ja, precies, ja. Ja, ze waren best wel hele taaie mensen, maar ze waren ook heel slim. Misschien zelfs slimmer dan Homo sapiens. Oké. Maar dat is pure speculatie natuurlijk. Ze hadden waarschijnlijk grotere hersenen. Misschien. Maar ja, dat weten we niet. Wat we wel weten is dat ze ook een cultuur hadden, dat ze ook muurschilderingen maakten. Er zijn muurschilderingen van waarschijnlijk Neandertalers gevonden, maar ze hadden ook kralen en kunst. Ja, precies. Dus Ja. eigenlijk waren ze net zo cultuuroverdragend als wij. Ja. Er is ook een vindplaats in Israël tot en met Afghanistan. Dat was een beetje een plek waar ze samenkwamen. Er is echt een grot in het Midden-Oosten gevonden. En er waren Homo sapiens en Neandertalers bij elkaar. Dus Ja. er was ook overdracht, weet je. En we kwamen met elkaar samen. En ja, waarschijnlijk hebben ze niet gevochten, weet je. We denken altijd dat we maar vechten met iedereen. Maar dat is niet zo. Nee, dat is ook niet, ja. Waarom zou het moeten? Nee. In de aflevering Reis door de Tijd vroegen wij ons af van waarom gingen we nou reizen? Een van de theorieën die werd gezegd is, ja, wat we vaak hadden is, als je te veel mensen krijgt op een gegeven moment, dan ga je vechten omdat de grondstoffen te weinig zijn, een gebied te weinig is. Ja. Dus eigenlijk trokken we weg zodat we niet met elkaar gingen vechten. Ja, precies. En vaak als je dan andere culturen bij elkaar ziet, dan zie je of ze gaan met elkaar knokken. Maar je ziet veel vaker eigenlijk dat ze juist met elkaar gaan ruilen en ideeën gaan verwisselen. Jij hebt een coole stok. Oh, hoe maak je die? En dan maakt die ene die maakt een coole stok voor jou. En jij krijgt van hem een enorme vis. Oh, waar heb je die vis gevangen? Hoe doe je dat eigenlijk? Oh, cool. Ja. En zo zie je dat er echt technieken doorgaan. Je hebt bijvoorbeeld een Levallois-techniek. Nou, ik denk dat je wel kan horen waar die vandaan komt. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het komt uit Frankrijk. En dan heb je een rots, een moederrots, zeg maar. En daar tik je wat stukjes vanaf. En op een gegeven moment krijg je een schilfer ervan. En die gebruik je als werktuig. Oh ja, op die manier. Ja. Dus je hebt een vlak stuk steen, dan tik je, dan tik je, dan tik je, dan tik je, dan tik je. En op een gegeven moment krijg je een klein stuk vuursteen. Ja, precies. En dat is dan een soort mesje, of ik weet niet waar ze het voor gebruikten.
hangt er vanaf wat je wilde. Mm-hmm. Gaaf. Dus zo werd cultuur en techniek werd doorgegeven. Want we denken wel dat dat moderne technologie, dat alles maar is. Maar je moet je voorstellen hoe lang het heeft geduurd voordat dat werd doorgegeven. Ja. Ja, want cultuur is meer dan dat wat we nu kennen. Films en tekening op een boek of zo. Maar dat is zo... Dat is maar een deel ervan. Dat is een deel ervan. Dat is wat wij kennen. Weet je, er is zoveel meer. Als je hoort wat ze allemaal deden, weet je. Ze hadden begraafrituelen, ze konden vissen, ze konden... Weet je, want dat deden ze ook al op hun manier, weet je. Misschien maakten ze netten. Mm-hmm. Er zijn wel een soort van oude vishaken gevonden, weet je. Ja. Ja, ze maakten van alles. Ze maakten kunst. En ook echt beeldende kunst, weet je wel. Want we hebben natuurlijk grottekeningen. Die kennen we allemaal wel van... bijvoorbeeld handen die in kleurstoffen worden gedoopt. En dan zie je een hele verzameling handen op een muur. Nou, dat is indrukwekkend hoor, als je dat kan zien. Echt. Ja, mooi hè. Zo oud. En dan inderdaad zo'n handafdruk op de muur. Ja, dat is echt wel heel mooi. Mm-hmm. Het is bizar. Ja. Maar ze maakten dus ook een soort van tekeningen in de muren... In de muren. Hmm. Dus wat ze deden, ze houden een stuk een figuur in de steen. Ja, precies. Zeg maar. Ja. Dat is een soort van hiërogliefen, zoals we ze kennen in van de Egyptenaren. Maar dan houden zij figuurtjes in de steen. Ja, zeg maar. En het ziet er een beetje hetzelfde uit, hoor. Maar ja, dat is nog steeds wel echt, echt hun kunst, zeg maar. Ja, gaaf. Tof. Ja, je hebt een mooi gehakt steen in Iran, mm-hmm. bij Temare. En daar zie je dan mensen met pijlen en bogen en een soort van bokachtige wezens. En mensen met speerwerpers, zo'n atlatl. Weet je, dat zij konden uitdrukken wat zij zagen, dat geeft ons echt een beeld van, wauw. Dus zo was het. En zo zouden wij het ook aan andere mensen laten zien. Ja, het klinkt een beetje als een schooltje. Hè? Dat je inderdaad op de muur een ding tekent en dan daar uitleg over gaat geven. Ja, en andere mensen begrijpen misschien niet precies wat jij bedoelt. Maar ze begrijpen wel eigenlijk wat jij wilt overbrengen. Ja. En dat is duizenden jaren geleden gebeurd. En we begrijpen het nog steeds. Ja, leuk hè. Cultuur is zo divers, want ze hadden natuurlijk hun eigen gedrag, hun eigen wetten misschien wel, hun eigen normen, waarden. Ze konden al pijltjes maken, hè. Ze konden stenen konden ze hakken en dan konden ze daar een soort van zwaarden en pijlpunten, bijlen, speerpunten, konden ze allemaal maken. Ja. Dan in Afrika hebben ze van modder maken ze nog een enorme toren, weet je wel, zo'n schoorsteenachtig ding. Mm-hmm. Dat konden ze toen al, ja. Weet je. Je ziet ook in de evolutie van de mensen heeft vuur een heel groot belang gespeeld. Want dat zorgde ervoor dat we moesten gaan nadenken over hoe gebruiken we dat. Ja. Want eerst waren we er bang voor en toen dachten we, wacht, maar het levert wel... Ja, het levert wel echt voordelen op. Ja, het zijn ook voedingsstoffen. Hè? Je haalt makkelijker voedingsstoffen uit eten als je het bakt. Ja, en je maakt bacteriën dood. Dus het heeft allemaal eigenlijk heel veel voordelen dat we dat zijn gaan doen. En eerst kwam het natuurlijk, sloeg af en toe de bliksem in. En dan kreeg je misschien wel een brand die werd gesticht. Nou, onze voorouders in plaats van weg te rennen dachten, oh, dat ziet er mooi uit. Ramptoeristen. Yay! En het erge was nog dat ze dan waarschijnlijk ook zo waren van... hoe smaakt deze verbrande koe? Oh, eigenlijk best wel lekker. Ja. Ja.
En echt, dankjewel voor de mad lad onder de apen die zo was van, wacht even, wat nou als ik deze stok 5 uur achter elkaar over dit stukje drooghout heen en weer wrijf? Hij gaat roken, hé, dat ken ik. En vervolgens had je dus een vonk en een vuur. Wauw, hoe kom je daarop inderdaad? Ja, het is echt... dat dat ooit een idee is geworden, is echt een bizar concept. Hoe kom je erachter van, als ik dit tegen elkaar wrijf, dan krijg ik een chemische reactie. Ja, ik zou iedereen zeggen, probeer het maar eens. Ga maar gewoon de bosjes in, haal een paar takken. Ja. En ga maar gewoon eens proberen om een vuurtje te maken. Het is super moeilijk. Ja. Je ziet ook bij al die survival-programma's altijd dat ze er best wel veel moeite mee hebben om dat voor elkaar te krijgen. Ja, en er wordt ook gezegd dat als je eindelijk dat vuur krijgt, dan ben je aan het zweten. Zo lang ben je ermee bezig. Weet je, probeer maar en je handen gaan zeer doen. Het is bizar. Weet je, er zijn technieken voor, hoor. Ja. Maar het is echt een werkje. Nu daarom is het ook handig om het met meer mensen te doen. Dat je het over kan nemen. Ja, en wat ze ook eigenlijk deden is... dit vuur, weet je hoe lang ik aan met die tak heb lopen wrijven? Hou het even aan. Ja, precies. En zo is dat allemaal doorgegeven en ontwikkeld. Uiteindelijk kwamen we bij de jagers en verzamelaars, de Homo sapiens, die kwamen aan in Europa. En die gingen zich echt verspreiden. En je zag echt wel dat waar ze kwamen, daar... daar namen ze het een beetje over. Ze pasten zich aan en ze deden hun eigen ding. Zoals in Noord-Amerika had je de Clovis-cultuur. De Clovis-cultuur, dat waren paleo-inheemse Amerikanen. Ja. Eigenlijk paleo-Indianen, maar ik neem aan dat we nu allemaal weten dat Indianen een incorrecte term is. Zeker. En racistisch, ja. Paleo-inheemse Amerikanen. En die zaten ergens in Mexico bij het plaatje. Mexico-stad. Nee, die zaten bij het stadje Clovis. En daarom de Clovis-cultuur. Ze zaten in Nieuw-Mexico. Ze zaten dus een beetje in Zuid-Noord-Amerika. Ja, precies. Maar ze zaten dus... ze kwamen waarschijnlijk via Canada en Alaska kwamen ze binnen en zo zijn ze een beetje naar beneden gegaan. Omdat het toch een beetje lekker beter is om niet op een afschuwelijk winterterrein en allemaal... Ja, in de toendra te wonen. Ja, het is niet heel fijn. Nu zijn er mensen die dat kunnen, hoor, maar het is toch wel beter leven als je iets wat warmte hebt. Ja. Ja. En in Noord-Amerika zitten eigenlijk, er wordt gespeculeerd dat er eigenlijk al volkeren waren voordat de Clovis er zaten. De Clovis zijn het bekendst, maar er zaten dus al mensen, misschien zelfs 100.000 jaar geleden. Dat is erg lang. Zeker. Weet je? En ook bizar dat we er toen al waren. Ja. Waarom ik naar Amerika ben gereisd, is omdat... we kennen allemaal het verhaal dat uiteindelijk werden we van jagers en verzamelaars werden we boeren. Ja. Natuurlijk. Ja. Er was gewoon iemand en die dacht, hey, wat nou als ik dit zaadje neerzet en het steeds laat groeien en dan heb ik eten. Mm-hmm. Weet je, dat heet domesticatie. Als je een plant of dier ook, maar eerst met planten. Als je dat voortplant en eigenlijk aan jouw behoeftes aanpast, zeg maar, we denken allemaal van, oh, die aardbei, die was altijd zo groot. Nou, echt niet. Is het inderdaad. Het begint natuurlijk zo van, eerst loop je rond door het bos en dan pluk je alles wat je kan vinden. Maar op een gegeven moment denk je van, ik heb gewoon niet zo'n zin in dat rondlopen en soms vind ik niks. Waarom ga ik die plantjes niet meenemen en ze verzamelen en ze kweken? Ja, want in een appel zit bijvoorbeeld zaadjes. Nou, die zaadjes kun je dan weer planten. Mm-hmm. Op zich, ja. Ja, maar dat was inderdaad het idee achter boeren. Van, oh, dan heb ik gewoon altijd mijn eten eigenlijk. Ja. En uiteindelijk was er ook een of andere slimmerik die dacht, hey, maar die dieren die de hele tijd voor me weglopen, als ik die nou
vriendelijk maak, dan kan ik ze eigenlijk gebruiken voor eten. En zo ja, zijn op zich, er als ook, je ze gewoon voedsel geeft, dan blijven ze in de buurt. Ja. Dus dat is natuurlijk al stap 1. Dit gebeurde in het Neolithicum. Dat was okay. 12.000 à 10.000 jaar geleden. Toen dachten er een aantal mensen, hey, weet je wat we gaan doen? We gaan boeren. Hmm. En dat werkte ontzettend goed, want het aantal planten dat we hebben is best wel groot, weet je? Ja, maar goed, zeker. Terug naar Noord-Amerika, Amerika überhaupt. Want daar, ik denk dat heel veel mensen dat niet weten, maar daar waren mensen ook al aan het boeren en aan de agricultuur. Mm-hmm. Ik weet niet of mensen dat vaak doorhebben, maar... ja, je ziet wel dat daar echt ook wel planten gekweekt werden. Want ik denk dat we inheemse Amerikanen ook als wilden zien. Wat eigenlijk een... Ja, is onterecht. Een term is dus ja. Weet je, het is een cultuur. Ze hadden hun eigen manier van leven. Ja, ik geloof ook dat de maiskolf daar vandaan komt. En mais in het wild ziet er heel anders uit dan onze maiskolf. Ja. Dus ze hebben dat gewoon doorgekweekt natuurlijk. Ze hebben de lekkerste steeds gekozen en die hebben ze doorgekweekt. En zo is het en dat steeds is, lekkerder dat geworden. Dat is wel de educatie, zeg maar. Want ook een aardbei. Nou, ik weet niet of je een wilde aardbei kent met de aardbei die wij kennen. Nou, een echte aardbei of een aardbei die wij kennen, nou, dat is nog groter dan een druif. Heel groot, heel zoet. Ja, terwijl zo'n wilde aardbei, die is veel zuurder en heel klein. Hmm. Weet je, het is ongeveer zo klein als een blauwe bes. En blauwe bessen waren lang na ook niet zo groot als dat ze nu worden verkocht. Tja. Ja. Maar in Amerika waren ze dus ook al aan het agricultuur, aan het boeren. Ja. Weet je, ze planten daar waarschijnlijk zonnebloemen en een moerasbierbes. Dit is Noord-Amerika, we gaan nog naar beneden. En ze hadden daar Texaanse ganzenvoet. Ik heb niet kunnen vinden wat dat is, maar ik kan me voorstellen dat het een soort van graanachtige is. Ja. Misschien wel een blaadje. En in Mexico, Midden-Amerika, hadden ze pompoenen, zie je pompoenen? Mooi. Van die grote... Kalabassen, weet je? Ja. Ja, en zo, ze zien er een beetje courgette-achtig uit. En mais, Peter, korn werd gewoon al verbouwd. Ik weet niet of ze popcorn maakten, maar ze maakten wel mais. Op zich, je kan ze gewoon poffen op het vuur. Ja. En zoete aardappel. Oh, lekker. Want aardappelen komen natuurlijk uit Amerika. Die waren er een hele tijd in Europa gewoon nog niet. Wij maakten hier tarwe en erwten en dat soort dingen. Ja, pastinaak werd aardappel heel veel gegeten in Nederland. Pastinaak hebben ze heel veel gegeten. Maar die moest ook uit Italië komen. Oh, echt? Ook? Oh, ik dacht dat pastinaak... Ja. Nee, helaas, helaas. We hebben echt... ontzettend veel geïntroduceerd, Peter. Mm. Maar waarschijnlijk beste noten hebben we hier wel gemaakt. Oké. Okay. Maar inderdaad, oer-Hollandse aardappelen. Nee, echt niet oer-Hollands. Nee, we zijn het gewoon gaan eten. Ja, maar eigenlijk is het pas 600 jaar, ja, max. Weet je, misschien maar 500 jaar. We eten nog niet zo lang, hè? Nee. Ja, dus dat is wel echt heel cool. Nou, ze aten pompoenen, bepaalde pijlwortels en quinoa's. Maar ze hadden ook tomaten, werden ook in Zuid-Amerika gemaakt. Oh. Dus dat... dat is heel Italiaans en zo. Mm-hmm, ja, dat zou je zeggen, maar dat hebben we ook geïntroduceerd. Wauw. Ja, bizar hè? Ja, dat moest je allemaal zoeken en je moest maar weten van, oh, hoe maak ik dat eigenlijk? Ja, want inderdaad, als je nu zaadjes koopt, dan staat erop van, plant het in oktober, september. Geef het zoveel water, zorg dat er zoveel zon of schaduw is. En warmte is ook heel belangrijk. Mm-hmm. Dus ja, dat moet je dan eigenlijk van al die planten en weten. Dat hebben ze gewoon echt, hebben ze zelf gewoon uitgevonden. En zoals we zeiden, door heel veel doen en proberen is het gelukt. En... Ja, en doorgegeven, want anders moet iedereen het opnieuw weer ondervinden. Ja, echt, het lijkt me verschrikkelijk om in die tijd te leven. Oké, dus
deze, wat doen we nu? Hey? Want hij is alweer dood. Wat gaan we nu doen? Heb ik hem te weinig water gegeven? Nee man, hij staat niet in de zon. Ja, maar hij staat... Ik heb hem nu letterlijk in de woestijn neergezet, ja? Ja, precies. Waarom heeft hij niet genoeg zon? Ja. Ja. Dat soort kennis, dat is gewoon door de jaren heen, is dat... Dat is eigenlijk gewoon wetenschap op die manier, hè? Ja. Het is ook wetenschap. Alleen dat zagen we toen nog niet. En toen kreeg je de Romeinen. Mm-hmm. Die vonden zichzelf natuurlijk het. Ze waren... Ja, weet je. Ze hadden wijn, ze hadden muren, ze hadden alles. En ze waren ook een hele geavanceerde bevolking. Vergis je niet, weet je. Ze hadden een ontzettend goed bureau... een ontzettend goede regering. Ze hadden een heel goed economisch systeem. Een heel goed leger. Hele goede muren. Mm-hmm. Ze waren echt heel goed in hun wetenschap. Maar dat betekent niet dat ze per se beter waren dan andere culturen. Nee. Dat is helaas wel een ding dat ze aan ons mee hebben gegeven. Als je... iets beter kan, dan ben je gelijk beter dan andere culturen. Terwijl, ja, wat maakt dat jij beter bent in jouw culturele... waarom ben je geavanceerder dan de ene cultuur? Omdat je betere of omdat je geavanceerdere technologie hebt. Ja. Daar denken we helaas nog wel steeds een beetje in, denk ik. Ja, het is lastig om te zeggen dat die cultuur dan achterloopt of wat dan ook. Maar ja. Als ze dingen op een andere manier doen, ja, dan is dat toch voor hun misschien wel de beste optie. Ja. Weet je, het hoeft niet allemaal geweldig en het beste. Nee. Weet je, ik heb hele mooie filmen gezien over mensen die nog steeds ceremonies hebben waarin ze met een enorme lange stok tegen elkaar slaan. En als je hebt gewonnen, dan krijg je... Dan krijg je een vrouw, weet je. Of mensen die van hun geloof moeten ze natuurlijk kuis blijven en trouw blijven aan je partner. Maar één dag per jaar hebben ze een ritueel. En als jij uitgekozen wordt omdat je heel goed danst, dan mag je een avondje, een avontuur hebben met een andere vrouw. En ja, voor ons, wij zouden denken... Ja, dat is raar, ja, maar... Ja, dat is raar. Maar het is hoe zij leven, weet je. Laat maar zo zit het ook in onze cultuur. Bijvoorbeeld, wij hebben natuurlijk heel erg, zeker vanuit de jaren 60, dat we in de avond dus warm eten. En dat je dan ook veel eet. Je grootste maaltijd is 's avonds. En dat is eigenlijk natuurlijk, biologisch gezien, laat ik het daar maar gewoon even op houden, onlogisch. Ja. Dan zit je dus een hele zware maaltijd en daarna ga je slapen. Dus daarna verbrand je niks meer. Vroeger, de boeren, die aten... Overdag, in de middag, aten ze warm. Mm-hmm. En deze cultuurverandering is natuurlijk gekomen dat mensen op kantoor gingen werken. En dat hebben we nog steeds. Weet je, waarom zouden we het nog steeds doen? Dat is eigenlijk onlogisch. Het zit gewoon in onze cultuur. Ja. En ja, niemand zal je erop aankijken of zo. Nee. Weet je, want het is niet waar je voor kiest. Ja. Ja, je hebt dan nu een soort van rage en... Dat vind ik wel grappig, want we hebben het over een paleolithisch dieet. Ja, het is veel nootjes en zaadjes eten en veel pilvruchten. Ja, wat ik wel grappig vind is, ze hebben dan... Ja, je mag bepaalde dingen zoals graan en suiker, dat mag je dan niet eten. En zuivel mag je ook niet eten, want dat hebben we... In het Neolithicum hebben we dat pas uitgevonden, zeg maar. Het is niet hoe de oermens leefde. Mm. Het ding is, er zijn duizenden paleo-diëten. Ja, ja, ja. Weet je? Ik ben er zeker van dat we af en toe wel granen aten of aardappels of tomaten. Alleen, die verbouwden we toen nog niet, weet je. Het ding is, het is gebouwd aan cultuur. Als je ergens woont, in de Kalahari-woestijn of... Ja, maakt niet uit waar. Dan zijn er bepaalde voedingsbronnen zijn voor jou beschikbaar. Ja. En nu, omdat we allemaal met één grote stam zijn geworden eigenlijk... Een beetje wel. Hebben we ook heel veel cultuuruitwisseling en dus ook heel veel etensuitwisseling. Toen was je echt gebonden aan wat je binnen een kilometer of 10, 20 kon vinden. Ja. In Zuidoost-Afrika kon je vergeten dat je pastinaak ging eten. Ja. Nu denk je van, oh, ja, zo pastinaak, dat stuur je toch even naar Afrika. Dat kan makkelijk.
En in Europa denk ik niet dat ze zomaar gehoord hadden van... Of, nou ja, na duizenden jaren natuurlijk, denk ik niet dat ze zomaar gehoord hadden van... Oh, hey, weet je wat lekker is? Een banaan. Zie jij hier bananenbomen groeien? Nog niet, hè? Okay. De meeste bananen komen nog steeds uit het buitenland. Ja. Die groeien daar gewoon beter. Ja, die zijn gewoon voor dat klimaat gemaakt. Je ziet aan een cultuur waar die leeft en waar je bent... wat ze eten en hoe ze zijn. En mensen zijn niet gebonden aan... oh, je bent beter of je bent minder goed. Weet je, ze leven op een manier die zij willen leven... en een manier die voor hun beschikbaar is. Ja. Weet je, als jij heel veel moet jagen en varen... dan ga jij heel veel jagen en varen. Want in de Noordpool zijn niet zo makkelijk planten te vinden... waar je bessen van kan plukken. Nee, precies. En in Midden-Amerika, waar het dus waarschijnlijk lekker warm was... maar ook vochtig genoeg om planten te planten... ga je dus lekker, ga je lekker boeren. Ja. Dat had totaal niet gehoeven, denk ik. Want we leefden prima zoals we leefden. Maar een of andere hele slimme persoon... die waarschijnlijk toen nog als idioot werd beschreven... die stopte een zaadje in de grond en dacht... hey, er komt een plant uit die je kan eten. Cool. Ja, precies. Ja. Ook het maken van wijn. Dat gebeurde, echt wijn maken gebeurde al in Mesopotamië. Weet je, Rome en Griekenland waren echt niet de eerste beschaving die er was. Nee. Egyptenaren, Mesopotamiërs, die leven nu ongeveer in Turkije, Irak. Hè? Ja. Die hadden gewoon enorme, een soort van bolvormige, een soort van sneeuwpopachtige fase. En daar distilleerden ze al wijn in. Het is echt bizar hoe geavanceerd onze cultuur toen al was. En dat deden we omdat we het konden en deden. Mm-hmm. Dat is ontzettend grappig om over na te denken dat cultuur zoveel meer is dan... we hebben de beste en de meest efficiënte manier van leven. Mm. Maar... het is zoveel meer dan dat. Want je moet leven zoals jou is bijgebracht en zoals jij wil leven. En dat zien we gelukkig nog steeds minder. Maar ja, cultuur is veel meer dan wie op het moment de sterkste technologie heeft. Ja, zeker. Ja, je ziet ook eigenlijk, dat vind ik wel mooi, dat er langzaam een soort jaloezie ontstaat om simpelere culturen. Ja. Ja, dat zeggen van, kijk nou naar zo'n land als Thailand, waar mensen heel erg met de natuur leven. Heel erg in het hier en nu leven. En dat is toch veel mooier dan die werkcultuur die we hier in Nederland hebben, waar iedereen zich helemaal doodstrest en burn-outs heeft. Ja. Dus op die manier denk ik inderdaad dat we een beetje terug moeten naar die paleo-leefcultuur. Ja, maar ik denk dat we daar wel naartoe gaan, hoor. Ik denk dat het wel er anders uit gaan zien dan een paleo-leefcultuur. Met smartphone. Met smartphone natuurlijk. Maar ik hoop dat we wel weer een beetje die rust kunnen vinden die ze toen hadden. Ja, een cultuur van minder de auto nemen, en minder verbruiken en niet te veel en eten. En meer bewegen en wel kiezen wat je wil eten. Ja. Weet je, want dat is heel belangrijk. Laat je niet vertellen wat je moet eten, maar let een beetje op jezelf. Weet je. Je weet wat goed is en wat niet. Ja, kijk hoe je jezelf voelt na een maaltijd. Heb je iets gegeten en denk je daarna van, nou, ik voel me nu eigenlijk niet zo heel lekker. Nou, dan eet je dat niet meer. Of op een andere manier, weet je. Ja. Kijk, als jij een heel bord patat neemt, de helft werkt ook al. Ja, precies. Ja. En je kan ook kiezen om iets minder zout erbij te eten, maar als je dat lekker vindt, dan moet je dat vooral doen, want onze voorouders deden dat echt ook al wel. Zeker weten, ja. Ook alcohol is al zo oud, Peter. Ik vind het hilarisch om me te beseffen, want we hadden het over Mesopotamië en die maakten dan wijn. Mm-hmm. Maar die eerste voorouder die ergens in een oerwoud in Afrika dacht, hey, dit fruit, dan. Ruikt een beetje verrot, man. En dan is er een andere aap en die is er van... Lekker. Hey, probeer toch maar. Ja, maar het is verrot. Het is eigenlijk niet goed, hoor. Ja, YOLO. Ik bedoel, dat konden we toen nog niet zeggen, maar YOLO. Mm-hmm. En toen was het van... Yo, dit is echt flex, man. Oh, waarom zijn er opeens twee apen?
En dat is dus ook, net zoals vuur, is dat gewoon een concept van, oh, als je deze appel eet in, terwijl hij zo ruikt, of hij ziet er zo uit, ja, dan word je dronken. Ja. Dat zie je met vogels, dat zie je met bepaalde apen, maar je zag het ook dus al met ons. En dat is hilarisch. Ik kan me echt ombescheuren dat je bedenkt, een Australopithecus, dat was nog een behaarde mens. Nou, die kwam dan een gistende vrucht tegen en die werd dan dronken. En dat wordt dan doorgegeven. En uiteindelijk zitten we nu in een cultuur waarin je elke zaterdag gaat drinken. Ja, ja. 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 Daar begon het al, hè. Ja, dit was een beetje mijn uitleg over waarom de term grottenmens en barbaar eigenlijk een beetje uit de tijd zijn eigenlijk. En, ja. Ja, we leefden veel diverser dan alleen maar in grotten. En er waren zoveel technieken en technologie beschikbaar. Daar kan je echt, dat kan je echt hele dagen lang bestuderen over hoeveel er is uitgevonden en hoeveel technieken ze eigenlijk hadden. Ja, gaaf. En ja, het is echt, echt heel cool. En dat we er zo negatief over denken is best wel raar. Want tuurlijk, we leven in een samenleving waar alles veel makkelijker gaat dan dat het vroeger ging. Mm-hmm. Maar is dat veel beter? Nee, het is anders. Het is efficiënter. Het is anders. Zij hebben nog steeds een cultuur en ze zijn echt geen wilde mannen. Wij waren en zijn nog steeds jagers en verzamelaars. Oordeel een boek niet op zijn uiterlijk, zeg maar. Maar beoordeel iemand niet op wat je denkt, maar laat hem in zijn waarde. Ja. En bedenk dat wij uiteindelijk dezelfde mens zijn, alleen in een ander opzicht. Ja, anders opgevoed. Ja, anders opgevoed, andere omstandigheden. Meer zijn we niet. We zijn allemaal hetzelfde. Nee, want dat wordt ook wel eens gevraagd. Zo van, stel dat je een holbewoner, zo'n Neandertaler, hierheen brengt, zou die dan deze cultuur snappen? Ik denk eigenlijk best dat je hem prima kan opvoeden op die manier. Je ziet het zelfs al bij apen, bij chimpansees, dat ze allerlei concepten snappen van het moderne leven. Ja, zeker. En sommige dingen zijn ze efficiënter in, weet je wel. Hmm. Een aap die kan sneller reageren op een lichtgeefpuzzel. Bijvoorbeeld, druk deze knoppen in als hij oplicht. Nou, een aap die doet dat eigenlijk sneller dan een mens dat doet. Wij denken er nog over na. Een chimpansee die kan daar echt heel snel op reageren. Het is bizar als je dat ziet. En er is een chimpansee, ik weet niet of ze dood is, maar die kan met chimpansees kunnen met gebarentaal communiceren. Ja, precies, en er zijn er meer. Ja, ja. Ik zag een filmpje langskomen waarin werd gespeculeerd dat chimpansees misschien in de steentijd zijn gekomen. Dus dat is heel erg interessant. Ik heb het Ik moet het nog een keer kijken om een beetje mijn gedachten erover te ontwikkelen. Maar ja, weet je. Ja, wat een mogelijkheden, wat gaaf. Ja, bizar. Echt, deze wereld is zoveel complexer en mooier dan dat we denken. Zeker. Dus ja, we gaan zeker nog een keer naar de steentijd toe. Mm-hmm. En het Neolithicum en het Paleolithicum. Maar dit was een beetje een concept van waarom we nou eigenlijk zo negatief kijken tegen proto-culturen en eerdere culturen en natuurculturen. Maar eigenlijk verschillen we niet zo heel veel van elkaar. Nee. Uiteindelijk zijn we allemaal dezelfde homo sapien, weet je, dezelfde landaap. Ja. Ja, Peter, dankjewel voor het luisteren weer. Dankjewel. Doei. Doei.